verschillende gevoelens van verantwoordelijkheid. Wat zijn nog meer dingen die je tegenkomt die soms lastig zijn in teamwerk? Als een warm gevoelsmens die veel over de dingen nadenkt. Het zijn natuurlijk handige dingen om te hebben als verpleegkundige. Ik vind het heel jammer dat het avontuur wat we samen zijn begonnen met dit hele senior ding niet hebben kunnen afmaken. Want ik weet zeker dat we echt een goed team waren en nog beter zouden zijn geworden. Ik wens je alle succes in het Antonishoofd bij de oncologie. En ik weet ook dat het daar helemaal goed gaat komen. Succes! Nou, ik moet iets vertellen over Elise. Ja, jeetje, dan heb ik eigenlijk een paar uur nodig. Dus ik zal het een beetje samenvatten. Ik heb met heel veel plezier met Elise gewerkt. Je kan altijd wat aan me vragen. Lost het vaak gelijk op. Wat ik heel leuk vind aan haar is dat ze als patiënt zijnde, kijk ik even door het oog van de patiënt, dat ze gelijk het wel persoonlijk maakt. Nou, niet te, maar wel net dat de patiënt zich heel veilig voelt en dat ze wel zeggen wat er echt aan de hand is. En niet heel oppervlakkig van we gaan dit of dat. Maar ik geef net een extra touch aan haar zorgverlening. Dat vind ik ja, eigenlijk heel leuk aan Elise. Ze lacht ook heel vaak, dat vind ik ook wel gezellig. Maar ze is vooral haarzelf en dat vind ik heel leuk. Hallo, it's me. Ja, Nathalie, dat is een hele serieuze verpleegkundige. Altijd heel erg meedenkend. En helemaal niet eigenwijs. En heel prettig mee samen te werken. En ja, ik denk echt een rots in de branding hier op de verloskamers. Een hele goede collega, keihard werkend, heel perfectionistisch en een hele goede verpleegkundige. Dat is eigenlijk samengevat hoe ik haar zie. Hello, can you hear me? Marieke is echt een hele goede collega. Zij is in de zorg heel knap,
echt een professionele verpleegkundige. Ze heeft heel veel oog voor de kwaliteit. En dat heeft ze altijd al gehad. Maar sinds ze deze opleiding doet, zie ik dat ze dat oog voor de kwaliteit kan omzetten in daadwerkelijke dingen die ook tot kwaliteitsverbetering leiden. En dat is echt heel erg leuk om te zien. Marieke is gewoon een hele goeie. In het kort iets over Marieke. Dat is gevraagd of ik wilde vertellen waar ik aan denk als ik aan Marieke denk. Ik vind Marieke een constante factor en daarmee bedoel ik dat Marieke rustig aanwezig is, vasthoudt aan de dingen die ze doet en ze afmaakt, laagdrempelig en benaderbaar is voor haar collega's en altijd vrolijk is. De afgelopen tijd is Marieke gegroeid in haar rol als senior verpleegkundige en ze motiveert haar collega's en stimuleert om mee te gaan in de kwaliteitsverbetering op de afdeling. Hello, can you hear me? Met Marielle denk ik aan een energiek persoon. Ze kan heel hard werken en ze signaleert ook knelpunten op de afdeling en maakt deze ook bespreekbaar. Zet zich daar wel erg voor in, vind ik. Al met al een hele fijne collega. Als ik aan Marielle denk, dan denk ik aan heel veel gezelligheid, maar wel een beetje chaotisch. Terwijl toen ik bij haar zuster bevalling was, waar Marielle daarna er ook bij was, was het eigenlijk totaal andersom. Toen was haar zus wat chaotisch en was Marielle heel erg rustig. Bij Marielle denk ik aan heel erg lief en oprecht. Ja, ik vind Marielle fantastisch. Ze is ontzettend lief voor pasgeboren babytjes. Ze weet goed hoe ze met ouders moet praten en omgaan. En ja, kan als geen ander ook met de arts het idee dat je samen voor de kinderen zorgt. Ik denk dat dat is de kracht van een goede verpleegkundige. Daarnaast ken ik haar natuurlijk ook op een andere manier. Topper. En die willen we eigenlijk hier altijd houden. Hello from the other side. Hanneke is altijd vrolijk. Altijd een lach, een hele harde werker, heel erg bezig met de kwaliteit op de afdeling te verbeteren, heel hard met de opleiding bezig en een fijne collega. Nou, ik denk aan verschillende dingen bij Hanneke, maar buiten dat ze heel vrolijk is en zo, denk ik vooral aan de NLS-lessen die ze geeft en die ze hier echt goed geïntroduceerd heeft samen met nog een paar andere collega's, waar ze altijd heel bevlogen in is. En verder zie ik haar ook als moeder, omdat ik haar hier als moeder heb meegemaakt. Wat ik ook heel leuk vind, die combinatie. Als ik Hanneke zie, moet ik altijd om haar lachen. Want ze lacht altijd als ik Hanneke zie. Maar als ik Hanneke zie, dan is het een hele serieuze zuster in haar werk. Ze staat heel graag op de couveusekamer. Ze is heel lief met hele kleine babytjes. En ze kan ontzettend leuk lesgeven. Hanneke is een hele enthousiaste, prettige verpleegkundige die veel weet en ontzettend zorgzaam is voor de patiënt. Zij is heel goed met het zorgen voor de premature kwaliteit van leven en de zorg daarvoor. Een warm hart voor de ouders. En daarnaast weet zij goed mensen ook te motiveren, te stimuleren om leuke nieuwe dingen in te brengen in ons team. Wij zijn heel erg blij met Hanneke en wij hopen dat ze heel lang bij ons blijft. Hello from the outside. Ik ben een collega van Anja van der Weijden. En de eerste drie woorden die mij te binnen schieten als ik aan haar denk zijn harde werker. Ze is perfectionistisch. En echt een leidinggevend persoon. Als ik aan Anja denk als verpleegkundige, kan je altijd bij haar terecht. Ze denkt goed aan de kwaliteit en ze is behulpzaam. Als ik aan Anja denk, dan denk ik aan een verpleegkundige die zakelijk is, direct is, maar ook zeker gaat voor kwaliteit. Hello from the outside. De eerste dingen die ik denk als ik aan mijn collega Kelly denk, zijn dat zij echt een structureel persoon is. Ik heb haar heel erg zien groeien. Ze pakt veel op, ziet veel, doet veel. Als ik aan Kelly denk, denk ik aan een regelaar, zorgzaam, zowel naar de patiënt als naar de collega's toe.
Als ik aan Kelly denk, dan zie ik een verpleegkundige voor me die altijd wel relaxed is, altijd het overzicht houdt en ook altijd wel goed kan onderbouwen, of haar mening kan onderbouwen. Hello, how are you? Liet is een hele gedreven, sociale en lieve verpleegkundige. Het is echt een spring in het veld die met haar enthousiasme voor het vak altijd het team weet te motiveren tijdens veranderingen. Elise leren kennen als een enthousiaste en gemotiveerde collega met veel oog voor het leerklimaat. So hello from the other side. José is een geduldig iemand. Ze staat eigenlijk altijd voor je klaar. Daarnaast weet José ook ontzettend veel. je kan er eigenlijk altijd om hulp vragen. Ze blijft altijd vriendelijk en aardig. Bewaart de rust, dat ook enorm fijn is. José is gewoon een rustig iemand en komt ook alles heel rustig over. Ja, Ver vind ik een ontzettend fijne collega om mee samen te werken. José is collegiaal, flexibel en een alleskunner en weter. En ze heeft een gouden pennenplom. Nou, José is een hele lieve, betrokken, zeer bekwame en heel bescheiden verpleegkundige. Ik ben opgeslacht! Je bent geslacht! Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see.